Rajiv, uh, morgen wedstrijd tegen Fortuna Sittard, weer een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Uh, hoe gaan jullie deze wedstrijd in en uh, ja, wat nemen jullie mee uit, uh, uit de wedstrijd uh, die jullie deze week al speelden? Ja, Ik denk dat we uh, die wedstrijd eigenlijk op uh, ja, hoekschop hebben verloren. Eigenlijk. Dus uh, Twee uh, hoekschoppen die we tegen kregen, waardoor, uh, waar we net niet goed staan. En uh, daar de twee doelpunten tegen krijgen. Maar ik denk dat uh, dit de ideale mogelijkheid is om uh, onze revenge te halen. En uh, daar zijn we ook, uh, ja, dat willen we ook graag. Dus, uh... ja, is het lekker dat je die, die spelers waar je van verloren hebt, dat je die straks weer tegenkomt op het veld? En dat je inderdaad gelijk je sportieve revenge kunt pakken? Ja, zeker. Tuurlijk. Uh, we hadden ook graag doorgewild in de beker. En uh, helaas is dat niet gelukt. Maar uh, we hebben nu alweer een herkansing om uh, uiteindelijk uh, voor de competitie wel de drie punten te pakken. En uh, ja, we hebben ze goed geanalyseerd. En uh, ja, we gaan uh, gewoon nu ons best doen om uh, wel de dingen die we fout hebben gedaan, uh, nu wel goed te doen. Ja, je zei het al, uh, dit tegendoelpunt in de bekerwedstrijd vielen uit de twee corners. Verder niet overdreven veel kansen tegen gekregen. Uh, geeft dat dan ook het vertrouwen dat jullie, als jullie groot, in grote lijnen hetzelfde doen, nu. Zaterdag misschien wel die wedstrijd kunnen winnen. Ja, zeker. Ik denk dat je dat in de tweede helft al uh, een beetje terug kon zien. Waar we heel veel druk uitoefenden op hun en waar ze het wel lastig mee hadden. En ik denk dat we gewoon op die voet door moeten gaan. En uh, gewoon hier laten zien dat er uh, gewoon niks te halen valt. De laatste twee wedstrijden in de Eredivisie uh, werden natuurlijk gewonnen van uh, ja, directe concurrenten eigenlijk. Uh, al staan die nu op een beetje afstand, dat zullen jullie ook zo willen houden nu, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat uh, deze wedstrijd uh, tegen Fortuna ook heel belangrijk voor ons is. Om ook nog meer afstand te doen van uh, de onderste ploegen. Top. Uh, succes morgen. Dankjewel. Yes, dankjewel.